Welkom bij Sprekend Schiedam, de talkshow vanuit het pand Hoogstraat 85. Een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Sprekend Schiedam. Het praatprogramma waarbij we het hebben over Schiedam, haar inwoners, wat er allemaal te beleven is enzovoorts, waar het gesprek ons brengt. We zitten op de Hoogstraat 85 en we zijn het komende uur live te zien op www.popuptv.nl. Nou, mijn naam is Elise Kersbergen. Net als vorige week zit ik er nu ook weer, maar wel met een stel andere gasten. Ik heb namelijk het genoegen met de heren Theo de Rooij en Wil van Wijk. Heel erg fijn dat jullie er vandaag kunnen zijn. Hartstikke gezellig. Zouden jullie zelf misschien wat nader willen voorstellen? Theo. Nou ja, Theo de Rooij en ik ben molenaar op een van de Schiedamse molens hier, op Molen de Vrijheid. En daar werk ik heel de week voor het malen van het graan en het maalbedrijf wat we daar hebben van Stichting de Schiedamse Molens. Oké, daar gaan we zo over verder. Wil, we hebben afgesproken elkaar met de voornaam aan te noemen, dus ik zeg gewoon Wil. Ja. Mijn naam is Wil van Wijk, geboren en getogen in Schiedam, van beroep schoolmeester. En dat doe ik nog steeds met enorm veel plezier. En daarnaast is mijn hart gewijd aan Hermes EVS, waar ik jarenlang voorzitter ben van geweest. En het derde punt was de Schiedamse politiek, waar ik 20 jaar in de gemeenteraad heb gezeten. Zo. En het alles bij elkaar geeft een lekker gevoel. Zo. Nou, ik hoor het alweer genoeg om over te praten zo, want deze heren zitten allesbehalve stil. We gaan het vandaag hebben over natuurlijk de Schiedamse molens. Molendag is komend weekend. En over een aantal bijzondere verdiensten. Met name van deze meneer hier rechts. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Allereerst ben ik toch wel heel erg benieuwd. Mijn interesse is een beetje gewekt over die molens. Want iedere Schiedammer ziet ze staan. Het zijn er vijf echte originele molens. Maar de zesde is van Nolet, zie ik dat goed? Nee, inmiddels zijn het zes originele molens. Oh, zes originele. En de Nolet. En de Nolet, kijk eens aan. Nou, goed dat we dat gelijk even recht zet. En jij bent molenaar van de Vrijheid. Ja. Molenaar. Als ik me dan zo voor zou moeten stellen van... Vroeger dacht ik daar niet aan dat ik molenaar wilde worden. Had je dat zelf wel, vroeger? Ja, ik weet van kinds af aan niet anders dan dat ik helemaal gek ben van molens. En het is een stukje leven, het is een stukje passie. En van kinds af aan is op de fiets naar de molen in het dorp gefietst. En... daar is gaan kijken en eigenlijk nooit meer weggegaan. En dus over steeds verder ingerold, de opleiding molenaar ook gedaan. En toen ben ik ook in aanraking met de Schiedamse molens gekomen. En toen ik daar voor het eerst in de Vrijheid binnenstapte, dat is eigenlijk de enige molen waar je echt nog de ruimte in de molens beneden beleef. Nou ja, ik werd gelijk gegrepen door de ontzettende grootte die molens hier hebben. En eerst vrijwilliger geworden. En sinds 2009 ook beroepsmatig met de molen betrokken. En inmiddels doe ik dat 5 dagen in de week. Oké. Okay. Hmm. Ik kom uit een dorp, dat intrigeert me dan. Oké. Ja, ik kom uit Werkendam, dat ligt vlak bij Gorinchem. Ja. Een klein dorpje. En ik woon nu zelf ook in Gorinchem, ook in een molen. Dus het is werken op een molen, wonen in een molen. Dus ik loop nog net niet met molentjes. Nee. Maar het is prachtig iets. Het woord molen moet je vaak in de mond nemen, denk ja, ik, in de week. Ja, maar voor mij is het heel gewoon hoor. Voor mensen is het... om me heen vinden het heel bijzonder en ik vind het prachtig om erover te vertellen, maar voor mij is het gewoon dagelijkse kost. Dus dat zijn altijd nog, een dag of 5, 6 in het jaar dat ik het zelf ook heel bijzonder vind. Dat heeft dan gewoon te maken met bepaalde omstandigheden of activiteiten die in of om de molens gebeuren. En dan te bedenken dat Schiedam natuurlijk enorm veel molens heeft gehad. Ja. Rond de hele veste, denk maar aan de Broersvest, waar dan op in een plaveisel is uitgeduid, keurig netjes met, ik zeg altijd koper, dus koperen knopen, waar die molens hebben gestaan. En rond de veste, de Noordvest, de Westvest, de Vellevest. Ja, dat is nu nog steeds te zien, hè? Dus dat kan je allemaal nog zien. Ja. Als wij, als wij al die molens nog gehad zouden hebben... Zouden we geen plek meer hebben voor? Dan kinderen eigenlijk wel fietsen kunnen gaan zijn naar Zerrebos, want dat is zo verschrikkelijk boeiend. Ja. En het is echt... fantastisch. Ja, nou ja, het is ook de enige plek nog in Nederland waar zoveel stadsmolens bij elkaar staan. Ja. En dan ook nog de grootste en de hoogste molens ter wereld. Ja, dat is fantastisch. Ja, en kijk, nu de laatste hebben we natuurlijk de kameel erbij gekregen. En dan aan de andere kant van de stad staat dan de Noordmolen. 2 zichtvangers voor de Schiedamse. En dat is ook de bedoeling van de kameel. Ik kom binnen en ik zie daar gelijk een molen staan. Ja. Wat slanker en 1 meter lager dan andere molens. Ja. Ja. Maar het is wel een fantastisch gezicht als je zo binnenkomt. Het is een mooi gezicht en aan de Nolet-molen vanaf de Maas heel goed te zien. Ja. Iedereen die over het water gaat,
Nou, zo zijn we goed te zien. Ja. Maar wat was dan voor jou dat je dacht van ja, oké, dit is het. Wat is het mooie ervan? Het mooie aan molenaarschap is dat je bezig bent met sowieso een oud bouwwerk. De vrijheid is van 1785 en ook nog grotendeels origineel. Dus dat zo'n machine uit die tijd, waar zo ontzettend hard mee gewerkt is, dat het eigenlijk nog steeds werkt. Daarnaast ben je bezig met de krachten van de natuur. Je bent afhankelijk van de wind natuurlijk. Dus dat de krachtenspeling die daar soms op meespeelt. Dat je goede weerkennis moet hebben om goed de lucht in te kunnen schatten. Of dat je met de molen überhaupt kan werken of niet. En dat mensen gewoon een fantastisch product kunnen maken. Een brood of taart of dat van iets wat jij gemaakt hebt met zo'n ouderwetse molen. Ja, eerlijker kan je het eigenlijk niet hebben. En dat vind ik het mooie eraan. Dat is wel een mooie gedachte inderdaad erachter. Dat is wel een mooie reden om te zeggen van daarom doe ik het. Ja. Daar is over nagedacht, ik hoor het alweer. Want hoe ziet jouw dag er dan ongeveer uit? Een gemiddelde dag van de molenaar? Nou, ik zeg altijd als ik binnenkom, het eerste wat aangaat is het koffiezetapparaat. Daarna loop ik wel gelijk door naar boven toe en dan kijk ik überhaupt of de wind is. En dan zet ik de molen aan de wind. Meestal weet ik al wat er per week gemalen moet worden, want we hebben een aantal vaste afnemers elke week. En dan de molen los en dan even gauw een bak koffie en dan gaan we aan de slag. En dat is dus houdt vaak in het malen van het graan. Het graan gaat naar boven, het wordt gemalen, we doen het weer in kleinere zakken. Of we maken er mengelingen van. Maar het is ook heel divers, want het is in principe doen we alles in eigen beheer. Dus ook de inkoop van het graan, het malen, het wegbrengen van het meel, contact met je klanten, de administratie. En één nadeel van die molens hier, omdat ze dus zo groot zijn, heb je ontzettend veel werk elke week aan het schoonmaken van de molen. Dus daar heb je geen dame voor die daar heel goed in is. Nee, dat is allemaal, doen we allemaal zelf. Maar goed, je zit ook best wel met wat strenge hygiëne-eisen tegenwoordig aan molenmeel. Dus en wij zijn ook sinds anderhalf jaar biologisch gecertificeerd met de vrijheid. Dus we malen ook helemaal biologische granen naast de gangbare granen. Dus dat geeft weer een aparte boekhouding. Maar op die manier kunnen we de molen toch wel in goed bedrijf houden. En ik kan wel zeggen dat het laatste jaar ook echt fors druk is geworden op de molen. Dus. Ja. Wat vind je nou van windmolens? Nou, een paar jaar terug was ik eigenlijk een beetje op tegen. Toen vlakbij Gorinchem zouden er drie gebouwd worden. En toen had ik zoiets van, ik vind het echt landschapsvervuiling en horizonvervuiling. En inmiddels staan ze er nu. En ik ben toch al een paar keer dan met bepaalde luchten erachter of zonsondergang of zo. En dan is het toch eigenlijk wel heel mooi. En het grappige op zich is dat mensen zijn nu fel tegen die windmolens. Maar dat waren ze vroeger eigenlijk ook tegen de ouderwetse molens. Dus dat is ook bekend. Nee, dat heb ik nooit gelezen. Okay. Nee, maar kwam dat dan uit voort? Dat werd wel gezegd. Ik kom met mijn buur woont in Geervliet. En er zijn een paar gigantische molens gebouwd. Nou, ik vind het echt geen gezicht. Nee. Als jij zegt van, hoe is het horizonvervuiling? Nou, ik vind het ook. Ik ben net een paar dagen in Engeland geweest en daar worden ze echt uitgebreid geprotesteerd tegen. No wind farms hier. Ja. Dus ik kan me niets bij voorstellen als je dan het landschap bekijkt. Ja, moet dat nou? Maar aan de andere kant, dat ben ik ook met je eens, want dat is nou de molen van Nolet, is natuurlijk ook in feite een windmolen om energie op te wekken voor het bedrijf. Want als je naar de wieken kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk net ook gemaakt in een vliegtuigfabriek. Ja. Maar dat heeft eigenlijk niks met de molen te maken. Maar die levert dan wel 20% van onze energie als die 24 uur per dag eruit. Dus aan de andere kant zeg ik van, aan de ene kant zie ik de energie, aan de andere kant denk ik, nou, er moet er nou zoveel komen, hele parken vol. En dat vind ik niet zo fraai. Nee, in principe, ik vind ze vergeleken met de oude molens natuurlijk een stuk minder mooi. Maar om nou alle oude molens, of vinden Nolet een prachtig project, maar om nou alle windturbines in de vorm van de Nolet te bouwen, dat is ook geen optie, denk ik. Dat is financieel niet haalbaar. Nee, dat is misschien een iets te grote uitdaging. Nee. Ja, de windmolens, die zijn gewoon ergens anders goed voor. Die vervullen hun taak, maar mooie, dat is ver. Dat houden we bij onze ouderwetse molens, als je het zo zou willen noemen. Ja. En de Schiedamse molens, want je bent hier als een keertje de vrijheid ingelopen van, goh, dit is mijn molen. De andere molens ook gekeken, of? Nou ja, mijn molen, voelt dat wel een beetje zo. Tuurlijk, alle molens heb ik inmiddels ook gezien en daar zelfs ook wel mee gewerkt inmiddels. Want het is natuurlijk, we hebben soms wat molenaars tekort en zeker op doordeweekse dagen willen ze soms wel eens dat een andere molen draait als de vrijheid. Dus dan, als ik daar tijd van heb, dan draai ik wel eens op een van de andere molens ook.
Dus dat, het is een fantastisch gevoel als je daar boven die stad staat met zo'n ouderwetse molen. En zeker als je s'avonds of in donker draait, geeft dat helemaal een apart gevoel. Maar ik kan toch wel zeggen dat de vrijheid, ja, die heeft mij wel echt gelijk een soort gegrepen toen ik daar binnenkwam. Gewoon de sfeer die die molen uitademt van echt een werktuig met in combinatie met de oude materialen die nog in die molen zitten. En het is gewoon een fantastische molen, ook om mee te werken. Elke molen, voor een leek lijkt het natuurlijk simpel, ze allemaal 4 wieken en ze draaien geheel. Maar elke molen heeft gewoon zijn eigen specifieke handelingen en dingen. En dat is bij de vrijheid toch wel... Ja. Maar ben je nou molenaar alleen voor de vrijheid? Of ben je ook molenaar voor de andere molen? Dus als de andere molen wil gaan draaien, ja. Ik zeg nou ja, goed, de museummolen gaat draaien. Ga je dan ook naar de museummolen toe om daar de zaak in gang te zetten? Of is daar iemand anders voor? Dat kan. Ben je de enige molenaar? Nee, we hebben, elke molen heeft nog een vrijwillig molenaar. Alleen ik ben, omdat ik gewoon in dienst ben van Stichting de Schiedamse Molens, kan het dus voorkomen dat als de vrijwillig molenaar niet kan, dat ze dan mij vragen van, joh, zou jij met de molen kunnen draaien? Nee. Want er komt een groep of er is een... Ja, filmopname of dat soort dingen. Ja. Dus dat, en dan s'avonds, hoe laat begint de dag? Ik probeer meestal rond een uur of 8 op de molen te zijn, maar dat is soms afhankelijk van de files. En dat vaak werk ik wel tot 1 uur of 6. Maar ja, je hebt soms wel eens, dat heb ik een paar keer gehad, dat je dan eind van de middag, dat er dan pas een echt flinke of een goede maalwind opsteekt. En dan, de plek dat ik dan om 6 uur naar huis ga, blijf ik toch doormalen. En dat is niet omdat we helemaal afhankelijk van de wind zijn, want we kunnen ook elektrisch malen. Maar ik vind het toch wel de sport om zoveel mogelijk de wind te gebruiken. Wat zijn ze nou bij de drie korenbloemen aan het doen, dat ik zover mag zijn? Drie korenbloemen, die krijgt een metselwerkrestauratie. Die was behoorlijk slecht. Ja. En ook de wieken van de molen, die waren inmiddels zodanig versleten dat ze nog wel even hadden meegekund. Maar omdat de molen nu zo grondig aangepakt moest worden, komen er ook nieuwe wieken op. En de staartwerk van de molen, dat is de balk die aan de achterkant zitten. Daar moesten er ook een aantal van vernieuwd worden. Dus vandaar dat die... Die is nu in renovatie. Ja. Want daar zit ook een huis in. En mensen kunnen daar Dat is de enige molen waar een huis bij staat. Ja, hè? Dat is Schiedam wel. De Vrije Tech geen woning. De Noord wel. Stond de molenaarswoning stond er vlak naast. Ja. Nou, die had de Vrijheid ook, maar die is gesloopt. Die staat er nog naast trouwens. Ja. Die is hartstikke. Oké, maar woont er ook iemand nog in? Ja. De vroegere molenaar van de museummolen woont daar nog steeds. En zo hier en daar in Schiedam zelf staan ook nog oude molenaarshuizen. Alleen die herken je niet meer omdat vaak de molens gesloten zijn. Is er dan iets typerends voor een molenaarshuis? Nee, dat was gewoon een huis die erbij stond. En vaak zat daar ook de stal bij waar het paard van de molen ook in stond. Dus dat, Goh. Ik hoor weinig mensen, hoor ik zo gepassioneerd over hun werk praten. Het is zo verschrikkelijk boeiend. Ja, alles echt is hier. Ja, inderdaad. Het is gewoon heel erg boeiend. Dus ik kan me ook heel erg goed voorstellen. En wat je zegt, als je op die stelling komt, ik zeg het, het is het balkon van de molen. Als je op het balkon staat en je kijkt over die stad, en die is echt fascinerend. Ja, het leuke is ook omdat ik dus elke dag op de molen ben zo'n beetje. Het is ook elke dag weer anders. Ja. En dat is natuurlijk, je ziet, 's winters heb je soms een prachtig uitzicht als heel de stad onder een dek sneeuw ligt. En zomers is het weer apart als het weer stik heet is. En elke dag heeft het wel weer wat. Ja. Ja. En de klanten waar je het over hebt, Schiedamse klanten ook vooral? Ook, ja. We hebben een aantal bakkerijen nog. Het Genevemuseum, die stookt Old Schiedam. Dat doen ze ook met meel van de molen. De notaris Genever van Branderij de Tweeling, die heeft nog meel van de molen. En inmiddels hebben we ook een aantal boerderijwinkels die dan ook meel verkopen van de molen. En Molen de Walvis, daar zit een grote molenwinkel onderin. Ja. En dat is ook nu 1 geworden van Stichting de Schiedamse Molens. Dus alles wat daar nu verkocht wordt, dat maal ik ook op de vrijheid. Dus dat, Nou, lekker bezig zeg. Ja. En wij krijgen er nu steeds meer elke keer weer over te weten. Maar je bent ook veel met scholen die langskomen? Ja, sowieso 1 keer per jaar. Dan hebben we de erfgoedspoor. En dan hebben we door de hele dag heen hebben we dan schoolklassen door de molen lopen. En dan probeer ik ze ook echt een beetje mee te nemen in de vroegere tijd. Want ik heb het voor mijn gevoel nu nog druk. Maar vergeleken met wat er vroeger met de molen werd gedaan, gebeurt er nu vrij weinig. Want vroeger maalden ze 30, met veel wind 30.000 kilo op een dag. Ja. Dus en werken ze met 8 man fulltime. En in principe doe ik het nu, doen we het met z'n tweeën. Dus dat is al wel een groot verschil. Maar ik probeer de scholieren wel heel bewust te laten zijn van wat al die molens in Schiedam hebben gedaan. Nu staan ze natuurlijk, ze draaien allemaal geregeld. De vrijheid is dan nog vol in bedrijf. Maar vroeger maalden natuurlijk al die molens echt puur alleen voor de jeneverindustrie. En dat probeer ik ze dan die dag wel heel erg
mee te geven. Dat, ja. Dat vind ik wel leuk om te vertellen. Dat we, op dit moment zijn we bezig met een project. Dat is gezamenlijk met het archief, met het Sierneven-museum en met de Molenstichting. En ook weer erfgoed van Schiedam. Scholen kunnen dus inschrijven, kunnen dus mee met de fluisterboot om een stuk project te doen. Krijgen een bezoek aan het Sierneven-museum, dan krijgen ze een stuk. Ze krijgen een bezoek aan de molen brengen, dan krijgen ze een stuk. En ze kunnen vervolgens als vierde onderdeel een bezoek brengen aan het archief. Dan worden ze daar ook iets verteld. En als ze nou alle vier die onderdelen hebben gedaan, krijgen ze een getuigschrift van jij hebt voldoende informatie ingewonnen over het erfgoed van Schiedam. En heet dat is een heel nieuw project. Het heet het project Brandenstad. Groot Brandenstad. Oké. Okay. En nou ja, we zijn, en dat vind ik het leuke van deze ontwikkeling. We worden ons steeds meer, en dat, nou zit ik al vooruit te praten over datgene wat ik zo positief vind. We zijn steeds meer bezig in Schiedam met het promoten van ons erfgoed. En we hebben er zo verschrikkelijk veel van. En dat vind ik een ontwikkeling waar ik eigenlijk ongelooflijk trots op ben. Ja. Dat mensen zo zeggen, nou jongens, we gaan bij elkaar zitten en we gaan iets leuks doen voor de kinderen, zodat de kinderen zich ook realiseren. Dit is Schiedam. Ja, en dat is alleen maar te prijzen. Ja, zeker weten, helemaal mee eens. De middelbare school Schaveland, die heeft bijvoorbeeld meegedaan aan het project Erfgoedspoor. En daar gaan we een klein stukje van bekijken. Leuke dag, Theo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was wel leuk, maar het was die dag echt windstil. Dus de molen heeft heel de dag gewoon stilgehangen. Dus ik kon helemaal niet, kon ze wel vertellen hoe het werkt. Stilgehangen? Ja. Zijn niet een mooie vakterm voor? Ja, in principe de molen, die hing wel los. Dus de rem was eraf, de zeilen hingen erop, maar hij deed geen ene slag. Dat was jammer. Ik heb wel elektrisch gemalen, dus ze hebben wel proces gezien. Maar het is natuurlijk veel mooier en dat hadden we het jaar daarvoor wel. Was er wel volop wind. Ja. Dat de molen echt op zijn volle toeren draait. Dan krijgen ze ook echt een beetje ontzag voor die krachten die daar vrijkomen. Dus is dit ook een onderdeel van het waar Wil het net over heeft? Die vier projecten, is dit daar één onderdeel van? Of is dat net het erfgoedspoor wat Schaveland heeft, dat loopt nu al een paar jaar. Maar het zou me niks verbazen als dat gaat uitbreiden. Het meer het voortgezet onderwijs. Op termijn willen wij dat ook wel naar het voortgezet onderwijs over laten springen. Maar we moeten eerst dit goed van de grond hebben en dan kunnen we daar weer een stapje verder gaan zetten. Voor de basisscholen begrijp ik nu. Dat gebeurt nu voor het primair onderwijs, dus voor de basisscholen. En wij streven ernaar, althans dat is mijn streven, om straks ook de brugklassen van het voortgezet onderwijs erbij te gaan betrekken. Net zo goed nu bij Schaveland al gebeurt. Schaveland is wat dat betreft toch erg actief. Ook in de richting van het kennis nemen van de Schiedamse politiek. Ik vind dat echt dat ze dat goed doen. En dat stukje bewustwording, prima. Ja, mooi initiatief. Ja. Als we het hebben over mensen met passie, dan kunnen we ook het over u hebben. En ja, dan zullen ze zeggen, oh. Maar dat is echt zo, want ik heb net al een klein beetje gehoord wat u allemaal wel niet gedaan heeft en waar u allemaal wel niet geholpen heeft in uw leven. En dat is ook niet onbeloond gebleven, want u heeft een prachtig speldje gekregen. Ja. Kunt u mij ons wat vertellen over het speldje? Links of rechts? Deze. De MCM de Grootspeld. De MCM de Grootspeld heb ik gekregen voor, en daar ben ik heel erg trots op, pas gekregen. In april? Vorige week. Tijdens de algemene ledenvergadering van de MCVS. Voorzitter had de vergadering geopend. En prompt na 1 minuut schorst hij de vergadering. En wie komt er van de trap naar beneden? Onze eerwaarde burgemeester. Goed. Met een fotograaf. En nog een paar mensen van onder andere van de VVD. En anderen van het stadhuis. En tot mijn grote verbazing kwam hij voor mij. Ik was echt, ik zit niet gauw om woorden verlegen, maar echt, ik was perplex. U had niks door? Nee, ik had niks door. En hij heeft een prachtige toespraak gehouden waarin een aantal van mijn aspecten, waar ik met plezier overal gewerkt heb, noem het passie, maar het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Of dat passie is, ik denk dat het wel passie is. Toen kreeg ik deze prachtige speld van ontworpen door meneer Van der Ham. Van Ham. Ja. En met goud en zilver voor mijn verdiensten op velerlei terreinen voor de stad Schiedam. En daar ben ik buitengewoon trots op. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat ik enorm trots ben op Schiedam.
Want ik vind het werkelijk een geweldige stad. Niet omdat ik er nou geboren en getogen ben. Nee, ik ben er geboren en getogen. Maar ik heb er zoveel aspecten van Schiedam van mee mogen nemen. En zeg ik, nou, ik echt vind het fantastisch. Nou, dus dat was het speltje. Maar voor mijn verdiensten, ja, ik wil wel eens een keer gaan zitten en denk, god, wat heb ik nou gedaan? Dan moet ik zeggen, dan schrik ik wel eens van mezelf. Denk, jeetje, nou, waar heb ik de tijd vandaan gehaald? Geef ons eens een lijst, een opsomming. Nou, eigenlijk een aantal als per jaar. Ik vind dat een beetje, ja, ik vind het eigenlijk niet eens leuk om te doen. Maar u bent heel bescheiden. Nee, ik ben helemaal, maar wij zijn er helemaal. In het welzijnswerk, vroeger, oudere mensen zullen dat wel herinneren, Sint Jorisdoelen, waar een clubhuis was van ongeorganiseerde jeugd. Nou ja, ik zou zeggen, hangjongeren. Ik kan wel vertellen van, ja, die hangjongeren waren toch vroeger ook niet zo makkelijk. De directeur moest zich regelmatig opsluiten in zijn kamer vanwege fysieke en andere bedreigingen door de jongelui. En dan praat ik over 40 jaar geleden. Nou, vanuit die seniorendoel is gekomen, de Stichting Sociaal Cultureel Werk voor Samenleving, Opbouw en nog iets van die jaar. Tegenwoordig Stichting Welzijn Schiedam. Dat is dus iets makkelijker. Nou, ben bezig geweest met regent nog van het Jacobsgasthuis. Nou, als je in de regentenkamer komt, dan staat regent Wil van Wijk. Oh, nou, staat er geen deel, want regent Wee de Heer, wel edelheer, Wee van Wijk. En okay. Ik ben er ook nog bestuurder. Maar toen de Jacobsgasthuis onderdeel werd van de Franklandsgroep, denk ik, nou, misschien is het wel verstandig om eruit te gaan. Nou, in diezelfde zorgsector heb ik in bestuur gezeten van het toen nog Friedland Ziekenhuis. Maar toen de fusie kwam met Vlaardingen, met het Holy Ziekenhuis, vond ik het tijd voor om daaruit terug te treden. Dus, een bestuurder van een ziekenhuis is namelijk niet zo simpel. Het gaat over gigantisch veel geld. Het gaat over maatschappen. En daar moet je toch wel iets meer deskundigheid voor in hebben dan een eenvoudige schoolmeester. Hoeveel jaar bent u actief geweest? Daar heb ik 4, 5 jaar heb ik daarin gezeten. Maar Sint Jorisdoelen heb ik bijna 25 jaar in gezeten. En het was eigenlijk tot het moment dat het Sint Jorisdoelen is gesloten. En als opvolger kreeg. En gelukkig is het pand bewaard gebleven. Dus goed, jij trots bent op je molen. Is dat ook een stuk historisch erfgoed, het gebouw van Molnes. En dus daar ben ik mee gestopt. Want het ging in een groter geheel op. Mm-hmm. Nou, op het sportgebied ben ik bestuurder van Hermes DVS geweest, waarvan de laatste 17 jaar is voorzitter. Zelf ook gesport. Ik ben een groot fanatiek cricketspeler geweest. Oké. Nu niet meer? Nee. Ik ben daar een beetje nu te oud voor. Ik ga wel even kijken. Even kijken wat de tegenwoordige tak van sport. Nou, ben ik een eenvoudige schoolmeester. Dat is echt mijn grote passie. Ik doe dat nu bijna 50 jaar en ik vind het werkelijk. Kijk eens aan. Het is zo'n geweldig vak. En jij zegt van, geboren in het dorp en werken dan met de molen. En dat heeft op jou een gigantische indruk gemaakt. Nou, dat is bij mij ook het geval. Ik was 12 jaar en ik wist wat ik wilde worden. Ik wilde schoolmeester worden. Dat is de meeste mensen, de meeste kinderen van die leeftijd, hebben wel juist heel erg genoeg van school. Nee, maar u had zoiets van, kijk. Ik vind het zo'n geweldig vak. En ik ben totaal 3 maanden met pensioen geweest. En toen ben ik weer teruggevraagd. En volgend jaar, ik heb het net verteld, we kunnen weer een jaar bijgetrokken, want het gaat als je wat ouder bent, dan kan je contract met je benoeming kan met een jaar verlengd worden. En nu ben ik weer voor het komende jaar ook aangenomen als docent. Voor welke vakken? Mijn hoofdvak is Nederlands, op dit moment geef ik ook een beetje Engels. Oké. Okay. En rekenen, want rekenen is ook een buitengewoon boeiende business. Dat alles bij elkaar geeft ongelooflijk veel plezier. Nou, dan de gemeenteraad waar ik 20 jaar in heb mogen zitten. Met alle soorten van genoegen en soms ook met ongenoegen, want politiek is niet zo simpel. Nee. Soms moet je ook uitkijken, want als je daar je hoofd over het maagvlies uitsteekt, dan wordt het ongelooflijk hard afgehakt. Ja, moet je af en toe alsnog even bukken. Dus moet ik alsnog even bukken. Maar alles bij elkaar was het een geweldige tijd. En wat doet u nu nog in de politiek? Ik doe weinig meer in de politiek. Ik ben er net uit. Afgelopen periode heb ik me niet meer verkiesbaar gesteld, ook niet op de lijst. Ter voorkoming van alle mogelijke risico's, maar alsnog in te komen. Ik probeer nog een beetje jonge gemeenteraadsleden straks te gaan ondersteunen, een beetje te helpen, adviezen te geven, let daarop. Maar mijn hoofdklus op dit moment is toch wel school. En daarnaast, ik heb altijd gezegd, 3 stromen, politiek, nou, blijft nog een beetje helpen. Ja? Onderwijs blijft nog een beetje helpen. En dan sport. Ik heb weer zitting kunnen nemen in het cricketbestuur van de Hermes-EVS. En daar, die 3 dingen, houdt me nog even van de straat. Ja, en dan om natuurlijk te fluisteren. Ja. Want dat is echt het summum. Ja. Vandaar ook kom je dan direct in het bestuur terecht. Ook weer hartstikke leuk. Maar het fluisterboot is en dan dat is wat leuk het allerleukste is. Want u bent gids op de fluisterboot. Ja, als dan mensen van de boot gaan. Wat een mooie stad is Schiedam. Ja.
Zeggen ze dat allemaal? Dat is eigenlijk wat mij heel veel mensen zeggen dat als je van het water afkijkt, en ik zelf ook. Vertel ook wel dat we zijn in Schiedam, op een gegeven moment zijn we ons steeds meer bewust geworden van datgene wat we hebben. Mm-hmm. Een tijdje wat dat alles moest. Maar, de Brandersbuurt. Ja, de Brandersbuurt. Ja. En de museummolen is daar ook een heel mooi voorbeeld van, want in 1901 is die afgebrand. Door vonken vanuit een branderij aan de overkant. En het heeft 90 jaar geduurd voordat die weer is opgebouwd. Dat is wel een tijd. Onder leiding van Renier Scheerders. Nou, Renier Scheerders kent natuurlijk ook een fervent molenliefhebber. En die molen is weer opgebouwd. Men is zich bewust geworden. De Lange Haven, als je daar nu vaart. Mm-hmm. Als je de panden bekijkt, stuk voor stuk worden ze opgeknapt en gerestaureerd. Het is gewoon een magistraal stukje Schiedam. Ja. Het is echt geweldig. Maar zie je ook de fluisboot vaak voorbij varen? Nou, door de brug kan hij niet bij de Vrijheid komen. Maar ik zie hem wel bij de Noordmolen die ernaast staat. Zie ik hem wel draaien en dan zie je de mensen ook allemaal naar de Vrijheid kijken. Dus ik neem aan dat elke gids ook nog iets over de Vrijheid vertelt. Dus sta jij daar trouwens al? Ja, soms wel, ja. Hallo, ik ben hier. Ja. Hoort even een seintje doorgeven, Theo, nu zwaaien. Ja, eigenlijk zou het leuk zijn, hè, dus bij de Vlaardingendijk, waar bijvoorbeeld de Vlaardingse Poort was, als je daar nog een doorgang krijgt, dan heb je dus de Heul, ook een doorgang naar de Korte Haven, daar nog een doorgang krijgt, want je kunt onder de brug... Waar nu de boot zou liggen, kon je gewoon doorvaren, want bij die zwemwedstrijd is die ook overgegaan. Dus dat kan allemaal wel. Dat kan wel. Daarom, En wat dan bijkomt, heb je gelijk ook het bedrijf van Herman Jansen erbij. Ja. En dan heb je alle distilleerderijen gehad, alle molens gehad. Dus dat is nog een innige wens van mij, dat als dat doorgetrokken zou worden, nou, dan heb je allemaal een prachtig plaatje van Schiedam. Met alle distilleerderijen toch, alle functionele distilleerderijen. Ja, Dirk Zwaar is natuurlijk vertrokken, maar het kantoor is nog hier. En alle molens hebben we erop, van de drie koorbloemen tot en met de Vrijheid. En ja, wat dat betreft zijn de hoogtepunten dan allemaal in kaart gebracht. Ja, even. En goed, een stukje Korte Haven waar vroeger de Getijdenmolen heeft gestaan. Wat je met door de Heul ook wel mooi kan laten zien. Ja. En dan een prachtig gezicht op de Korenbeurs. En het Zakkendragers huisje, niet te vergeten wat nu ingepakt staat. Ze dus moeten ook weer een verhaal van maken. Van waarom staat het ingepakt? Waarom staat het ingepakt? Dus het is... Nu met de Korenbloemen ook. En volgend jaar staat de Vrijheid ook helemaal ingepakt. Ja. Is dat zo? Volgend jaar, met zo'n werkgestart. Ja, en dat is tegenwoordig geen sinecure meer, want de Arbo-wet is zo streng geworden. Ja. Vroeger mocht je gewoon inklimmen, nee, tegenwoordig moet je er allerlei... Ja. Mag je met een kwastje even kwasten, maar dat mag helemaal niet meer. Moet je papieren voor hebben, zeker. Dat maakt het financieel ook wel eens lastig. Hè. Dat En helemaal gezekerd, helemaal in veiligheidsspullen. Want hoe lang is de Vrijheid dan onder de pannen? Als het nu zo snel gaat als bij de korenbloemen, dan ben je toch wel... Totaal, denk ik wel, bijna een half jaar. Dat is best een aardig project dan. Ja. Ja. En dan, op de korenbloemen zijn ze toch nog wel het een en ander aan tegengekomen van ballenkoppen die dan daar in de muur zitten, die toch wel erg rot zijn. Ook wel vervangen moeten worden. Ik vrees dat dat op de Vrijheid ook wel het geval is. Dus, Want hoe lang zal dat ongeveer een slag nemen? Wat tijd, ik denk je? Ik denk een half jaar. Bij de vier korenbloemen heb ik het over. Hè? Oh, bij de korenbloemen. Ja. De korenbloemen, als het goed is, zoals het nu loopt. Ik heb begrepen dat het metselwerk is nu klaar. Mm-hmm. Dat laten ze nu een paar weken uitharden. En dan, de korenbloem heeft een heel stuk van de romp wat gepleisterd is. Dat gaan ze dan opnieuw verven, dat er weer keurig bij staat. En ik begreep dat die voor de bouwvakvakantie weer moet kunnen draaien. Heel veel mensen vragen mij van, alle molens staan keurig tegen de steentjes en de decorbloem is gepleisterd. Ja. Maar waarom is dat nou? Dat is puur voor de vochtdoorslag. Waarschijnlijk heeft die molen al heel vroeg problemen gehad met metselwerk. Ja. Want dat is eigenlijk het nadeel van zo'n romp, die stenen, dat is... Er zit geen spouwmuur in, dus het is een soort van spons. Dus net als er net genoeg wind en regen op staat, dan op een gegeven moment lekt het aan de binnenkant ook. En ik denk dat bij die molen ook het probleem is geweest. Dus dat zie je wel meer bij oude molens, dat ze dan de regenkant bepleisteren. En op die manier. Ja. En dat is echt op de oudste foto's die er van de korenbloemen zijn, zie je dat al. Dus dat is al wel... Goede vraag, goede vraag. Veel mensen vragen dat gewoon. Ja. Dan kan ik weer een antwoord geven. Dus hartstikke mooi. Ik hoor wel eens mensen van, Schiedam, toeristen die hebben we hier toch niet. Bent u het daarmee eens? Want naar mijn idee, die fluisterboot die vaart toch best vaak. Heel veel mensen uit de omgeving en ook uit het buitenland komen naar de fluisterboot toe. Uit het buitenland? Ook uit het buitenland. Waar vandaan dan? Waar vandaan er zit echt Engels, Duitsland, Spanje, China en Japan. China, van de week ze heel komen veel. Echt allemaal. Van de week zag ik een heleboel Japanners. Ja, als ik kom, wij vinden het gewoon. Ja. Als ik in het buitenland kom,
Gisteren was ik in York. Het is te gek voor woorden. In Engeland. Dat je nou ja, hoor je. Dan sta je daar voor die kathedraal. Jeetje, wat een prachtige kerk. En die Engelsen lopen er van voorbij. Die kijk je niet eens meer op. Maar je bent hier zelfs in Schiedam. Als ik, en dan denk ik van zo, nou, wat zouden nou mensen denken als ze voor zo'n prachtige molen staan? Jeetje, nogal toe. Ja. Dat is geweldig. Nou ja, dat zag je van de week al. Dat is ook zo. Ja, dat moeten we niet vergeten, inderdaad. Nee. 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 En het is, dan zeg ik wel eens van... koest nou je zegening is, van praat niet alleen over de Hoogstraat. Nee. praat niet alleen over... Vorig jaar ben ik met mijn ouders en mijn oma ook door de fluisterboot door de Schiedam heen gevaren. Ja. Ik kende het wel, maar echt, mijn ouders en mijn oma waren echt zoiets van... We wisten niet dat Schiedam zo mooi was. Ja. En dat is eigenlijk wat je toch wel van heel veel mensen verbazing, hoort. Denk ik dan toch ook wel. Van, oh, is dit dan Schiedam? Ja. Nou, dat is heel erg leuk. Nou ja, iedereen die meer te weten wil komen over molens, dan komt er een spannend weekend aan. Want dit weekend zijn de molendagen. En wij weten natuurlijk wel wat het is. Maar we hebben ook de mensen op straat gevraagd van... Goh, wat gaan jullie doen met de molendagen? Grandioze molens. De mooiste van de wereld. Wat gaat u doen tijdens molendag? Molendag, wanneer is dat? Dat is 10 mei. 10 mei. Nou, zullen we erheen dan? Ja, denk ik wel. We zijn wel eens meer geweest hoor. Ja. De molendag. Ik zou het niet weten. Nee, ik heb geen idee. Nou, ik weet niet of ik thuis ben. Ik weet ook niet wanneer de molendag is. Daarvoor vind ik dat Schiedam veel te weinig reclame maakt voor zijn molens. Ik heb een klap van de molen gehad, dus... En wat zijn molens voor u? Hele mooie dingen. Ja. Ik heb er bijna één gewerkt in de molen bij... Waar lag dat? Ergens in de Hoekse Waard. Ik heb geen idee wat ik moet. Nee, ik moet werken. En, nee, ik heb geen idee. Neem me niet kwalijk. Weet niet, niks. Wanneer is dat? Dat is 10 mei. 10 mei, dat weet ik nog niet. Dat heeft voor zinnen. Molendag? Ja. Of moederdag? Molendag. Molendag. De dag van de molens hier is. Oké. Ik heb geen flauw idee, ik heb er niet over nagedacht. Ik heb geen idee. Ik zal eens even mijn agenda checken. Ik denk dat ik aan het werk ben of zoiets. Ik verwacht. Ik 10 mei zei competitie. Ik weet niet, als het lekker weer is ga ik de stad in, misschien even molen bekeken. Ik zie het wel, ligt eraan wat er te doen is in Schiedam. Werken? Werken? Ja. De hele wereld, Japanners, Amerikanen, die zijn zo gek op molens, die weten niet wat ze zien. En wat zijn molens precies voor u? Ik denk het herkenningspunt van Schiedam. Sowieso handige, nuttige... Ja, apparaten die we in ere moeten houden eigenlijk. Ja. Noletmolen is de grootste van de wereld, maar daarvoor was de Noordmolen de grootste van de wereld. Met school kwamen we er vroeger wel vaak, dat weet ik nog wel. Was al gezellig, weet je wel, met uitjes. Maar voor de rest, molens voor mijzelf betekent niet zoveel. Ja, het staat bekend in Schiedam, weet je wel, molenstad. Meer weet ik er niet van. Al die Amerikanen werden, als ze binnenkomen, worden ze gestuurd naar de... Kinderdijk, hè, omdat daar de mooiste molens zijn. Maar dat is niet waar, want de mooiste molens staan hier en de grootste molens staan hier. Nou, dan weten we nu ook hoe de mensen hier in de straten van Schiedam erover denken. Wat mij opviel is dat er toch al een aantal keer werd gezegd van... Wat is dat nou eigenlijk, die molendag? Ik vind dat we dat even recht moeten zetten. Even over de molendag. Wat houdt het in? Molendag, dat houdt in principe, en dat is wat mij ook wel eens opvalt, wat we net ook al zeiden, die molens zijn zo gewoon. Dus ook voor de Schiedammers, die molens die staan daar, die molens die draaien. En pas als er iets met een molen opdoet, als de molen, nou ja, in 96 was dat dan wel de tragische brand van de walvis. Maar, dat is wel een mooi gezicht. Nou, dat kan ik niet eens zeggen. Ik vind het een drama. Ik stond te kijken, ja, het was een drama. Ja, zo erg was het nog net niet, maar... Dan pas merk je wat die molens toch voor de Schiedammers doen aan die acties die toen geweest zijn. Een paar jaar terug trouwde een van de molenmakers, toen hadden we de vrijheid helemaal mooi gezet met trouwringen. Nou ja, dat hoor je dan ook door de hele stad heen. Dus op dat soort dagen, dan merk je dus wat die molens toch zijn. En dat is de molendag, dat is eigenlijk daar een dag die we daarvoor organiseren ook. Ja. Het is niet een Schiedamse molendag, want het is in heel Nederland molendag. Okay. Maar het is wel de dag dat we in Schiedam een aantal molens die het hele jaar eigenlijk gesloten zijn, die we dan openstellen voor het publiek. Dat de mensen toch ook helemaal binnen kunnen kijken, dat ze kunnen zien en vooral ook beleven wat die molens zijn.
En wat ze nog steeds doen, want ze staan er niet alleen maar mooi te wezen en af en toe te draaien. Maar zoals, de Vrijheid is zaterdag ook open. Nou ja, ik maal de hele dag met de molen, dus mensen kunnen echt het proces zien wat zo'n molen doet. Bij mij naast de molen staat een bakker, die staat met meel van de Vrijheid. Staat die echt in een ouderwetse hout over, staat die brood te bakken. Bij de Walvis is het jaarlijkse pannenkoekenterras is er weer. De Spartabakker staat er nu met de Schiedamse molensteen. Dat is ook een ontzettend lekkere koek. Oh ja, die is echt heel lekker. En in de molenwinkel zelf worden natuurlijk ook allerlei lekkere meelproducten verkocht. De museummolen die is gratis toegankelijk met weer een kraam voor komkits erbij. Dat voor de kinderen weer wat leuks. En het is wel heel leuk en prachtig dat Schiedam zoveel molens heeft en er ook een aantal herbouwd heeft. Alleen we hebben op dit moment best wel een beetje molenaars tekort. Okay. En op de Kameel, die is zaterdag ook open, daar is een instructeur die de molenaars ook opleidt. Die is daar heel de dag te vinden met een aantal leerlingmolenaars. We hebben op dit moment 4 leerlingmolenaars in Schiedam. Voor Schiedam? Ja, en die, daar kunnen mensen dus zien ja, wat erbij komt kijken om het ambacht van molenaar te leren. En ja, mensen mee te nemen eigenlijk in wat molenaar zijn. Wat dat inhoudt en wat je met zo'n molen eventueel nog kan. Ja. Ja, jij refereerde nog even aan die brand in 96. Ik zeg dus, quasi grappig. Ja. Want het was een fascinerend gezicht. Dan was het ook wel een fascinerend gezicht. En het was hartstikke koud in februari. Uh-huh. En de vlammen kwamen echt. Je moet je voorstellen, die molen daar staat en die oranje vlammen die eruit komen. En die bomen daaromheen waren helemaal wit. Want het was zo verschrikkelijk koud. En toen bleek op dat moment hoe belangrijk Schiedamse bevolking de molens vond. Ja. Want binnen de kortst mogelijke keer onder leiding van Karel Nolet, hè, van Nolet Distillery, en weer dezelfde Ranier Schiers, en uiteraard nog wel geassisteerd door een aantal andere mensen, is binnen de kortst mogelijke keren, wat voor Schiedam uniek is, wat over het algemeen zijn het schot in het kwadraat, waar we 4 landen tegelijk portemonnee was, binnen de kortst mogelijke keren was het geld bij elkaar om de molen te restaureren. En 2 jaar later was hij er weer. Ja. Heeft ook wel wat consequenties gehad, in positieve zin, hè, voor de veiligheid. Want je zat met brandveiliging. Nou, op dat moment is dat ook gelukt om dat voor elkaar te krijgen. En Cruijff zegt wel eens elke naald leeft zijn voort. Nou, in dit geval was het geval, want alle molens zijn veel veiliger geworden. Met alle consequenties van die. Nee, ik vind het. En dat doet mij toch gigantisch deugd. En van die positieve dingen van Schiedam. Dat die bevolking ineens zegt: jongens, dit zijn onze molens. Hier moeten we geld bij elkaar krijgen. En we moeten ervoor zorgen dat die molen weer terugkomt. Hetzelfde geldt trouwens voor de palmboom. Waar mensen allemaal steentjes konden kopen voor 100 gulden. Nou, als je naar in de wand kijkt. Heel veel mensen hebben letterlijk een steentje bijgedragen. Om ervoor te zorgen dat die molen weer terugkwam. En dat zijn hele leuke initiatieven. En nou, ook dat, maar ook wat je toen zag. Want dat heb ik zelf. In het begin heb ik ook heel veel met de palmboom gedraaid. Toen ik bij Schiedamse Molens in dienst kwam. Mensen die toen voor hun kinderen een steentje hebben gekocht. Dat die kinderen nu, weet je, 20 jaar later, dat ze dan toch even komen kijken en hun steentje even komen opzoeken. En dat is toch wel heel grappig. Ja, dat is best leuk. Dat is leuk, want dan voel je ook direct verbonden nog steeds. Ja. Nee, dat is echt. Ja, maar ik kan nu ook wel begrijpen dat u zegt van, dat is een fascinerend gezicht. Gewoon het hele, wat er allemaal omheen gebeurde en wat dat allemaal teweeg heeft gebracht daarna. Ja, en het was natuurlijk geen ongevaarlijke situatie. Want de huizen staan redelijk dicht bij de Walvis. De Westvestkerk staat er dicht achter. En aan de overkant was de benzinestation. Ja. Dus qua veiligheid was het, nou jongens, werden wat peentjes gesleed op dat moment zo midden in de nacht. Ja, er was eigenlijk geen blus samen, want die molen die stond gewoon binnen de kortste keren van onder tot boven. Dat is het nadeel van zo'n molen. Hij werkt als een schoorsteen. Het is een schoorsteen. Rondom. Ja. Ze hebben toen ook beneden de deur opengezet. Nou, ja, toen ging dat in één keer, was er echt geen hout aan. Nee. En dat is natuurlijk alles is natuurlijk goed droog, dat hout wat erin zit, want dat is honderden jaren oud. Ja. Dus als dat eenmaal brandt, dan brandt goed. Ja. Nee, het geluk was inderdaad, de wieken zijn op een haar, nou zijn ze blijven hangen, maar dat scheelde niks of ze waren inderdaad naar beneden gestort. Dus dat had nog meer rotzooi gegeven. Maar goed, laten we die brand gauw vergeten. Ik wou net zeggen, want nu staat eigenlijk bijna alles in volle glorie. En de molen staan er in principe allemaal goed bij. Ze krijgen de aankomende jaren, als het allemaal mee zit, inderdaad die metselwerkrestauraties. Maar qua verf en houtwerk staan ze er allemaal tiptop bij. En dat willen we zaterdag gewoon uitdragen met de molendag. En we hopen inderdaad dat zoveel mogelijk mensen de moeite nemen dan, om de molens te komen bekijken. En als je een mooie wandeling wil maken naar de Babbersmolen. Dat is helemaal prachtig. Die staat er echt mooi bij. Dan moeten we even kort hebben. Mooi bij. Voor de mensen die niet weten, wat is de Babbersmolen? Want die staat niet hier in het centrum. Nee. De Babbersmolen staat in het 5 sluizencomplex, een tuinhuizencomplex. Is een hele unieke molen, want het is de oudste stenen poldermolen van Nederland. Hij heeft ook een hele aparte geschiedenis, want hij is gebouwd
als grondzeiler. Een grondzeiler houdt in dat de wieken gewoon langs de grond kwamen. Hier in de stad zijn natuurlijk de wieken, we hangen 18,5 meter boven straat. Maar die molen die is later, werd de spoordijk aangelegd, want de spoorlijn van Hoek van Holland die kwam daar. Daar had de molen last van, qua windvang. Dus toen is de molen op kosten van de spoorwegen is die toen verhoogd. Daardoor heeft hij ook een balie gekregen, zoals de stadsmolens hebben. Alleen die is maar net zo even hoog als dat de spoordijk was. Dus daardoor krijg je een wat gekke molen qua aanzicht. En ja, het is heel leuk om te zien, die molen. Het is een schitterende molen om te zien. En hij heeft ook een heel uniek scheprad. Het scheprad, dat is het rad waarmee het water uit de polder gepompt werd. Yeah. Het is een poldermolen. Dan komt er al die terminologie. Ja. Leuk. Probeer het een beetje uit te leggen. Vertel verder. Het is een poldermolen, dus hij was voor de waterhuishouding, diende die molen. En hij had normaal een scheprad, dat is met platte schoepen, zoals dat heet. Schoepen? Ja, schoepen, dat zijn eigenlijk de scheppers van het rad. Ja, okay, ja. En de babbersmolen die heeft een soort V-vormige schoepen, dus die snijdt door het water heen. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk de enigste in zijn soort. En ook dat, alles was verdwenen. In de jaren 20 zijn de wieken en de kap eraf gehaald. Toen is er een motor in geplaatst, die heeft toen het scheprad aangedreven. Ja. Dat is allemaal, ik geloof begin jaren 70 is dat er toen uitgesloopt. Heeft hij jarenlang als vogelasiel gediend. Ja. Ja. En sinds vorig jaar staat die molen eigenlijk wel helemaal compleet gerestaureerd. Ook dat unieke scheprad is er weer in teruggemaakt. Ja. Want begin jaren 70 kwam er weer een enthousiaste groep molenvrijwilligers. En die hebben toen nog van dat oude scheprad hebben ze een paar stukken afgeslepen. Mm-hmm. Puur van, nou ja, dan hebben we nog een stukje van dan het scheprad. We nooit wetende dat het eventueel nog weer herbouwd zou worden. Ja. Maar goed, die stukken konden wel dienen voor als mal voor het nieuwe scheprad. Dus dat is helemaal weer teruggemaakt. Ja. Zat er nou ook nog een eendenkooi achter de molen? Ja, zit er ook nog. Want je hebt nog echt een. Die is er ook weer teruggemaakt. Ja, er zat ook nog een vlietlandje, dat stond helemaal vol met bomen. Ja. Eigenlijk de grind die daar vroeger stond, die hebben ze gewoon laten verwaarlozen. Dus dat was een heel bos geworden. De grind, een molen bedoel jij mee, hè? De grind, nee, dat de grind is met knotwilligjes. Oh, zo. Vroeger had de molen nou, daar ook vaak nog weer wat bijverdiensten van. En ook dat eiland is weer helemaal in originele staat teruggemaakt. Dus als de mensen het hier hebben gezien, als ze uitgekeken raken, dan kunnen ze nog even een uitstapje maken richting. Ja, maar dan moet alleen rekening houden dat de babbersmolen is alleen zondag open. Alleen zondag. En het molenweekend is zaterdag en zondag. En zondag. Ja, alleen dus, op zaterdag zijn de molens in de stad open en zondag is de babbersmolen open van 11 tot 4. Is perfect. Vroeger was het natuurlijk het vogelasiel. Er gingen dus ook hele klassen, veel klassen gingen erheen om daar rondgeleid te worden. Wel een mooie toestanden waren. Dat was echt wel zeer de moeite waard. Maar zou het nou wat zijn om van de babbersmolen ook weer een educatief centrum te maken? Of is dat de bedoeling ook? Dat zijn ze ook mee bezig, ja. Naast de molen staat nu een oude houten schuur. Ja, ja. Het is ook het idee om daar het ouderwetse zomerhuis, wat er vroeger ook heeft gestaan, om dat weer terug te bouwen. En daar dan eventueel educatie te doen, ook in samenwerking met het waterschap. Ja. Want de molen is dus helemaal weer maalvaardig. Hij kan weer water verplaatsen. Alleen moet er nog iets gemaakt worden dat het water weer terugstroomt. Want de echte babbespolder, die is er niet meer. Ook de poldervaart is afgesloten, dus die kan niet helemaal jammer, meer. Ja, dat is zeker. Dat is echt jammer. Dus echt, als je dat de oude foto's er zo ziet. Als je de oude 5000 of zo hebben. Ja. Nou ja, wie weet. Maar al met al is het wel een heel uniek stukje Schiedam. Ja. Want mensen weten heel die molen vaak ook niet te staan. En juist met die geschiedenis en dat scheprad, en dat maakt het tot een prachtige. En ook de oude molenaarswoning is er weer helemaal in teruggemaakt. Dus dat wordt nog wel een beetje verder uitgebreid. Maar mensen beleven straks echt hoe het was om als molenaarsgezin vroeger op zo'n poldermolen te wonen. En ik zelf woon nu ook in een poldermolen en ik heb gewoon alles zit erin, gas, water, licht. Dus het helemaal aangepast aan de moderne. Min of meer wel, het is een wel originele woning. En nu wordt het molenaarsvak en het molenaarschap wordt heel erg geromantiseerd. Maar vroeger was het gewoon een bittere armoede. Ja, nog steeds hard werken. Ja, alleen iets minder bittere omstandigheden misschien. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, maar als ik mensen gaan kijken zondag, hè, dan is hier de molen. Dan kun je zo verder lopen. Ja. Dan is hier de poldervaart. En hier is een brug. Ja. En als je hier op die brug gaat staan en je kijkt dan over de poldervaart in met links die molen. Het is zo verschrikkelijk mooi, nu helemaal in het voorjaar met alle tinten groen die je maar kunt bedenken. En dan sta je daar en dan sta je stil van datgene wat je ziet. En heel veel Schiedammers geloven niet dat ze dat weten, dat ze zich dat ooit realiseren. Nou, dat mooi is om daar gewoon te gaan staan. Dan moet je gewoon
Dames en heren, u moet gewoon daar... Waar is de camera? Daar. U moet er allemaal gaan kijken, want het is fantastisch. Nou, ja. Ik vind het echt een prachtige tip. En mijn interesse is zeker al gewekt. Maar als de mensen thuis nou ook denken van... nou, dat ga ik doen dit weekend. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Weet u dat ervan? Gaat het hoofd? Stichting Schiedamse Molens heeft de site. Dus dat is www.deschiedamsemolens.nl. Mm-hmm. Een aantal molens hebben ook Facebook. Ik ben met de Vrijheidpagina, die beheer ik zelf. Doe ik ook heel de week al reclame. Dus dat, er is van alles te vinden. En willen ze... mensen buiten Schiedam molens bekijken, omdat ze zeggen van we hebben de Schiedamse molens al gezien. Kunnen ze ook naar www.molens.nl, dat is de site van de Hollandse molen. En daar vind je over alle molens die zaterdag en zondag meedoen in heel Nederland informatie. Oké. Nou, daarom kan iedereen daar voor verdere informatie terecht. Even naast de molens, want de tijd gaat zo snel. We hebben nog maar minder dan een kwartiertje. Het gaat snel. We hebben het niet eens hoor. Maar ik, normaal kun je het bestaat er toch verlengen? Ja. Verlengen of op pauze zetten. Nee, ja. Dat gaat nu even niet. Ik wil jullie een vraag stellen. Als gasten, en volgende week zal ik het ook aan de volgende gasten vragen. Schiedam, onze stad. Geboren en getogen of werkende in Schiedam? Nou, inmiddels ook echt wel wat met de stad gekregen hoor. Nou, ja. Dat bedoel ik inderdaad. Wil jullie een vraag om in eerste instantie twee dingen aan te geven, ondanks dat deze stad zo mooi is. Twee dingen die negatief zijn aan Schiedam. Dingen die wel wat feedback kunnen gebruiken. Dingen die wel verbeterd kunnen worden. Nou, voor mij is dat één ding. Is dat toch wel de Lange Haven. Daar is nu wel, daar wordt mee, zijn ze natuurlijk volop mee bezig. Maar ik denk dat ze af moeten van het idee dat Schiedam een koopstad wordt. Mm-hmm. Dat de Hoogstraat moet natuurlijk wel wat levendiger worden. Maar mensen, ja, die stappen toch in mijn ogen veel te snel in de metro. En binnen 10 minuten zit je in het hartje Rotterdam. En juist denk ik dat je Schiedam weer op de kaart krijgt door die Lange Haven. Mm-hmm. Door daar wat mee te doen. Door iets minder misschien parkeerplaatsen dan. En dan wat meer terrassen of meer winkels daar. Of meer horeca. Want het mooie van Schiedam, dat zit tenslotte in de havens. Daar is ook waar ook heel veel bedrijvigheid ooit geweest is. Dus ik denk dat ze daar echt op in moeten... spelen. En ik zelf heb het ook een paar keer meegedaan, omdat ik november komt er altijd een stoomboot met iemand aan waar ik een paar keer op mee heb mogen varen. De eerste jaar mocht ik afstappen in de binnenstad zelf, bij de Appelmarktbrug. En het tweede jaar kon dat niet, omdat de kaders te slecht zijn. En ik zou toch wel echt zeggen van, probeer toch echt met alle geweld en machten die er zijn, om zo snel mogelijk die Lange Haven, die kaders weer in orde te hebben, dat je gewoon... Dat zie je met de brandersfeesten ook. De brandersfeesten, hoe het de afgelopen 2 jaar was leuk, was gezellig. Maar het is niet de brandersfeesten zoals we het kennen. Jaren ervoor met de gondelvaart en zo. Dat is toch wel echt iets wat ik denk van, nou ja, zorg dat allemaal zo snel mogelijk in orde is. Ja. Dat je gewoon Schiedam daar weer mee echt goed op de kaart kan zetten. Ja. En ik ben al wel heel blij dat ze steeds meer bewuster worden van het historie wat de stad heeft. Al zie ik hier en daar nog wel eens een paar misses met nieuwbouw. Dan denk ik van tussen de ontzettend mooie oude huizen wordt er dan echt ineens een puur lelijk nieuw gebouw neergezet. Nee, Schiedam ook niet uniek in. Hè? Nee, helemaal niet. Dat zie ik in Gorinchem ook. Maar, dus dan zou ik zeggen, ja, probeer weet je, het historische besef ook in eventuele... Ja, probeer dat ook in nieuwbouw. Gewoon door middel van de oude gevel. En dat bijvoorbeeld de kade nu vanaf het station naar de binnenstad. Ook een hele nieuwe bouwwijk is daar gekomen, maar wel met een soort oude geveltjes. Mm-hmm. Ja, je ziet dat het nieuw is, maar wel met het ouderwetse tintje. Dat is echt iets wat ik heel mooi vind. Goed punt. Wil, wat zijn voor jou die twee negatieve punten aan Schiedam? Ik vind de entrees van Schiedam niet mooi. Die zouden verbeterd moeten worden. Echt zo waar je Schiedam binnenkomt. Echt en duidelijk aangeven, als je in het buitenland rijdt, was dat met grote woorden aangegeven. Je hoeft niet overal een historische stadskern, maar we hebben hem wel, dus dat zou kunnen. Dus wat duidelijker zijn in je communicatie naar mensen die naar Schiedam komen. En het tweede punt is, of dat nou typisch Schiedams is, weet ik niet. Maar wij praten, of men praat in Schiedam niet altijd positief over zijn of haar eigen stad. En ik zou dat alles willen veranderen. Er is altijd die verrekte Hoogstraat waar ze over praten en dat deugt niet. En die Hoogstraat, nou, dat is helemaal niks. Nou, ik zeg net al, ik heb 20 jaar in de raad gezeten, een paar jaar ertussen uit geweest. Al 25 jaar lang hebben we het over de Hoogstraat. Ga nou eens uit van die prachtige Lange Haven. Ik ben het helemaal met jou eens, die Lange Haven. Pak het geheel eigenlijk. Pak het geheel en ga werken. Ja, ik heb altijd geleerd, werk vanuit je positieve kant. Nou, de Lange Haven is prachtig. Mijn ideaal zou zijn,
We hebben nu het Stedelijk Museum, de entree is veranderd, er is nu een terras voor. Maak nou ook het fysiek ruimtelijk mogelijk om wat meer contact te hebben met je haven. Ja. Nou, dat betekent dus dat je hiermee wel al zou moeten slopen. Nou, dan moet dat maar. Ik heb dat al vaker gezegd. Zorg dat je daar een ruim plein hebt. Dan heb je een heel prachtig museumkwartier. Je hebt het Coöperatiemuseum, je hebt het Jenevenmuseum. Straks de Havenkerk, die prachtig gerestaureerd is. Als je straks daarin ook iets moois zou kunnen hebben. Schuin naar de overkant heb je de Korenbus. Dat is zo'n mooi gebouw, die Korenbus. Ja. Moet je maar eens op het bordes van de Korenbus gaan staan. En je kijkt zo over de Lange Haven. Dan moet je een beetje diffuus licht hebben op zondagmorgen. Het is fantastisch. Nou, ga daar nou aan werken. Ja, die kaders. Het is natuurlijk allemaal leuk en aardig te zeggen van ja, die kaders zijn zo slecht. Maar we zijn ook misschien nog niet de enige waar die kaders slecht zijn. Hè. Alle steden waar oude havens zijn, daar zijn die kaders slecht. Nou. In binnen- en buitenland, ja. Natuurlijk, die kaders zijn niet gemaakt op het bereiden door zware vrachten. Ja, paard en wagen, dan houdt het mooi op. Zo oud zijn ze al, die kaders. En ik ben het met je eens. Als we die kaders straks herstellen, het gaat straks gebeuren. En je krijgt de grondvaart weer terug. En één keer per jaar kom ik ook wel eens binnen via de Lange Haven om daar even in het paleis te gaan logeren. Een tijdje en al mijn kinderen op mijn schoot te nemen als hulp. Ik zal me verder niet over uitweiden, want stel je voor dat de kleine kinderen luisteren. Het zou buitengewoon vervelend zijn. Maar het is echt, en vandaar dat ik ook weet, hè, over, want mensen vertellen me dan wel eens van God. En dan komen ze ook van overal naar Schiedam, want we hebben zo'n prachtig paleis waar de Goedheiligman een tijdje logeert. Ja, ook daar hoor je dus over prachtig Schiedam en mooi. En als ze dan via die haven binnenkomen, is echt super deluxe. Super deluxe. Nou, als je dat nou kan werken. Dat zijn wel punten. Onze positieve instelling over de stad. De kaarten straks herstellen, dat gaat gebeuren. En, nou, dan, en wat betreft de Hoogstraat. De Hoogstraat, je hebt niet meer zoveel winkels nodig. Hè, wat jij ook zegt. Laat mensen gaan wonen in de plint. Hier en daar een winkeltje tussendoor. Zorg voor levendigheid op levendigheid, de Hoogstraat. Levendigheid, dat is waar het om gaat. Zorg voor levendigheid op de Hoogstraat. Ja, hoe dat dan ook gebeurt. Ik kan niet achter me kijken, maar ik hoor weinig mensen langskomen. Nu. Het is woensdagmiddag. Ik hoor weinig mensen langskomen. Nou. En zorg ervoor dat er wat mensen kan wonen hier. Een kroegje, een terrasje. En aan de havenstraat ook. Als je zorgt voor een parkeervoorziening elders, vlakbij. En je kan de Lange Haven autoluw maken. Nou, dan heb je en wat terrasjes. Dan ik hoor dat al hoor. Jongens, dan heb je een binnenstad waar je niet tegen zegt. U zit echt vol met ideeën. Ja. Ja, jullie allebei, maar je zit ook helemaal met elkaar eens. Ik heb die ideeën ook wel eerder geuit. En nogmaals, maak veel meer gebruik van je positieve kanten die Schiedam biedt. En doe er wat mee. Ja, dan kom je het heeft zoveel te bieden. De stad. Kom je op de positieve punten? Want dat, gezien de tijd, wil dat even kort houden. Hoewel we uren door zouden kunnen gaan over de positieve kant van Schiedam. Maar even kort gezien de tijd, Theo. Je hebt twee positieve dingen aan Schiedam. Nou, heel positief vind ik het bewust, steeds meer bewust worden van het van de historisch besef wat er in de stad dat is. Één. Tweede positieve punt. Nou ja, dat zal misschien na zaterdag blijken als er heel veel mensen de molens gaan bezoeken. Want dat is eigenlijk wat ik probeer uit te dragen. Dat mensen bewust worden waarom die molens er staan en wat ze op dit moment nog steeds doen. Krachtige uitspraak. Wil? We hebben heel veel te bieden in Schiedam. Nou, dat moeten we ook gebruiken. Dus, en dat is positief. Ja. En de tweede, we hebben twee prachtige cricketclubs in Schiedam. Nou, helaas hebben we... Vind ik ook. Helemaal mee eens. Alleen hebben we daar nu niet zo heel veel tijd meer om over door te gaan. Want we moeten een heel belangrijk punt niet vergeten. En dan haak ik een beetje weer aan op uw verdiensten. U weet hier niet van, maar we hebben een kleine verrassing van u. En daar gaan we nu naar kijken. Als je 50 jaar lid bent van een vereniging, is dat niet niks. En ik prijs me gelukkig dat ik al gedurende de laatste 15 jaar voorzitter van deze club mocht zijn. Ik heb vandaag rondvaarten mogen doen met Franse en Engelse mensen die dan ademloos luisteren en kijken naar wat Schiedam te bieden heeft. Er zijn er twee plaatsjes die ik ontzettend mooi vind. Dat is de Korenbeurs met daarvoor de twee beelden. Eén van de brandersknecht, de arbeider, degene die zo verschrikkelijk hard moet werken. En dan precies daartegenover staat als een heel andere verschijning de distillateur.
Zegt dan alles, als je praat over tweedeling in de maatschappij, is dat zo voortreffelijk uitgebeeld bij die korenbeurs. Nou, dit was uit 2009. Uit 2009? Hoe is dat om jezelf zo terug te horen? Ik merk dat ik toen ook al enthousiast was over de... ik heb me toen echt een beetje boos geweest over het feit dat men de brandersknecht heeft weggehaald. Okay. De brandersknecht is weggehaald bij de korenbeurs en stond alleen op de distributeur. Terwijl ik juist die tegenstelling, de tweedeling in de maatschappij, die daar buitengewoon gevisualiseerd werd. Maar dat was omdat het beeldje was van Frits Hendricks. Yeah. En Frits Hendricks had bepaald dat als hij was mm-hmm. overleden, dat het beeld terug moest naar, ja, eigenlijk recht tegenover Café Chic. En dan stond hij daar achter een boom. Niemand kon hem zien. Oh, dat is ook zonde. En toen heb ik aan chef Hendricks gevraagd. Chef, zou jij er bezwaar tegen hebben als het beeld weer terugkwam? Want het is zonde dat het daar staat. Nou, gelukkig is dat gelukt. En nu staat ze er weer in volle glorie. Ja. Nou. Ja, ik vind het echt super. Dat is leuk. Ja. Nou, we dachten toch nog even een kleine eerbetoon vanwege al uw verdiensten in sport, welzijn, politiek, onderwijs. Noem maar op. Het is eigenlijk gewoon een hele lange lijst. Dus we wilden u dit even nog als een klein verrassertje laten. Nee, hartstikke leuk. Nee, fantastisch. Ja. Nou, mooi. Heren, ik vind het heel vervelend om te vertellen, maar... Het einde zit er een beetje aan te komen. Ja. Ik wil dadelijk na de uitzending nog veel meer eigenlijk over molens horen. En ik denk dat ik dat eigenlijk het beste gewoon dit weekend kan doen door de molendagen te bezoeken in Schiedam. Maar ja, dat komt dan daarna. De tijd zit er een beetje op. Dus wat ik wil doen is jullie heel erg bedanken voor je aanwezigheid. Jullie zijn echt supergezellige tafelgasten. Ik hoop dat jullie het zelf ook leuk vonden. Ja, superleuk. Ja. Ik wil even aanvullen, want ik denk dat de molendagen, maar ik denk dat het ook te goed is dat mensen in de fluisterboot stappen om langs die molens te varen. Oh, en dan hebben ze twee vliegen in één klap. Nog meer tips, want die tips die houden niet op, hè? Nee. Ik zou wel eens een lesje maken van wat je allemaal kunt doen in Schiedam, waar heel veel mensen niet eens aan denken. Ik wou zeggen, dat is nog een hele lange lijst. Geef dat even door dan aan Pop-Up TV. Ja. Dan zullen we dat zeker ergens kenbaar maken. Okay. Hartstikke leuk. Nou, voor u thuis, heel erg bedankt voor het kijken weer naar deze aflevering van Sprekend Schiedam op de Hogestraat nummer 85. Nu was het live, maar de komende dagen is de herhaling ook weer terug te zien op www.popuptv.nl. Nou, ik vond het superleuk. Ik hoop u ook. En daarom hoop ik ook weer volgende week te zien bij een nieuwe aflevering van Sprekend Schiedam.